Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. Ik ben heel benieuwd. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. Het hoeft niet meteen te gebeuren. Maar het kan wel gebeuren vanaf het moment dat je de reading ziet. We zitten allemaal op een andere tijdlijn. Het kan morgen gebeuren. Overmorgen. Wat is de energie voor vandaag? Wat willen de kaarten aangeven? Oeh, deze die flapt al. Wat is er vandaag? Oh. Is de vibe van vandaag. En wat ik al zei, hè, morgen, overmorgen. Mocht je nog geen abonnee zijn, klik op de bel. Ik gaf in een eerdere reading aan dat ik een kaartendek cadeau zou doen bij de eerste en de beste die zich heeft aangemeld voor een reading en dat is inmiddels gebeurd bij Johanna. Ik zal het ook nog eventjes bij die reading in de reacties plaatsen, zodat jullie kunnen zien dat het daadwerkelijk ook inderdaad naar iemand gaat. Wat is er in deze dagvibe? Ik ben heel benieuwd. Deze die laat zich steeds zien. Deze moet er ook uit. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop op iets heel zonnigs, iets heel fijns. Maar ik ga er niet om liegen, dat weten jullie ook. Ik ben heel to the point, heel direct. Deze moet er uit. Wauw. Shared values. Fantasyland. Een boodschap. Oké. Ja, ik ga er meteen uit een ander deck, mijn eigen Colette deck, ga ik er nog twee toevoegen. En dat is de vibe van vandaag. Deze twee, die steken uit. Kijk eens. Oké. Nou, lieve tekens, ja, dit is de energie van vandaag. Er is hier iemand die te maken heeft met een, je zou bijna kunnen zeggen een frenemy. Vriend / enemy. Iemand die zich voordoet als vriend, maar helemaal geen vriend blijkt te zijn. Iemand die op voordeel uit is. Iemand die zoete broodjes met je wil bakken. Iemand die zich gewoon aardig en lief voordoet, maar ondertussen iemand die met een dubbele agenda. Iemand die iets van je nodig heeft, maar dat op een of andere manier niet open en transparant wil communiceren. En dat op een manier doet waarbij diegene denkt dat hij sneller het voordeel kan binnenhalen. En ik heb heel erg het gevoel dat als die persoon het gewoon eerlijk zou zeggen van joh, ik heb dit en dit van jou nodig. Dat hij dan veel eerder, hij of zij, door jou geholpen zou worden. Maar het is iemand die dat kennelijk niet durft. Of aanvoelt dat het niet eerlijk is wat het belang is. Ik weet niet waar het over gaat. Kijk wat resoneert. Maar het is in ieder geval iemand die zich voordoet als vriend. En blijkt, op eigen winst bejag uit te zijn. En dit heeft te maken met die gelijke waarde. Iemand die zich voordoet alsof hij jou de hand kan schudden. Alsof hij gelijk staat met jou. Maar dat is helemaal niet zo. Dus eigenlijk zou ik deze kaart andersom willen leggen. Want jij hebt wel behoefte aan mensen om je heen die je kunt vertrouwen. Uiteraard, wie niet? Maar deze persoon
is onbetrouwbaar in de manier waarop hij of zij het belang van jou probeert te krijgen. Bad timing. Er is iets wat op een slecht moment komt en dat heeft te maken met een boodschap. Er komt een boodschap naar je toe die echt op het verkeerde moment bij jou komt. En ik heb het gevoel dat dit een boodschap is die je eigenlijk al lang had verwacht. Een reactie op iets wat je hebt uitgezet en dat je eigenlijk al hebt besloten van nou, het komt niet meer, ik krijg geen reactie. Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik het verkeerd gecommuniceerd? Is diegene boos? Was het niet goed genoeg? En er komt nu met vertraging nog een reactie naar je toe, maar het is voor jou een heel slecht moment, omdat je het eigenlijk al had afgeschreven. En je enthousiasme is weg. Ja, je enthousiasme is weg. Ik ben heel erg benieuwd of er nog uit de kaarten gaat komen. Ik zie het hier niet liggen. Dat je er nog wat mee gaat doen. Ik heb het gevoel dat je er niks meer mee wil gaan doen. Omdat het gewoon te laat is. Wat voor reden die persoon ook heeft. Er is geen... Ja, het was geen boter bij de vis. Dat is wat ik voel. Geen boter bij de vis. Jij hebt iets voorgesteld of je hebt iets aangeboden. Ja, iets in die geest. En iemand reageert daar pas, die gaat daar pas later op reageren. En voor jou is de lol er al af. Er is iets wat onderhuid zit en dat heeft te maken met die boodschap. Met die niet reageren. Je zit in een periode of in een week waarin je eigenlijk zo teleurgesteld bent omdat er iemand niet reageert. En dat gaat pas veel later plaatsvinden. En dat zit ook onder je huid. Dit is een trigger voor jou. Misschien omdat je zelf altijd wel snel reageert met mail, met telefoon, met app. Het maakt niet uit. Je bent enthousiast, je bent attent. En het zit onder je huid, omdat je namelijk bang bent dat het aan jou heeft gelegen. Maar het ligt niet aan jou, liefteken. Iedereen is op een ander moment bezig met iets. En er kan drukte zijn, er kan van alles zijn. Maar het zit onder je huid en dat heeft te maken met jou. Het kan ook zijn dat die persoon onder je huid zit. Omdat je gewoon weet voor jezelf, ik ga een grens zetten daarin. Ik wil niet meer dat mensen in de vertraging gaan reageren. Deze kaart, de gelijke waarde, heeft ook hiermee te maken. En daarom leg ik hem ook nu weer eventjes zo. Kijk wat er gebeurt hè, in de legging. Want ik heb hem omgedraaid omdat je iemand op je pad komt die zich voordoet als vriend, maar het niet is. Maar deze kaart leg ik nu weer even terug omdat het... Eigenlijk kan ik hem ook zo neerleggen. Je hebt te maken met twee personen in deze periode die allebei niet reageren zoals jij had gehoopt en verwacht. En wat mag je verwachten? Ik weet het niet. Iemand die gewoon in de vertraging gaat reageren, maar ook iemand die zich voordoet als vriend en het niet blijkt te zijn. Dus eigenlijk kan ik de kaart zo laten liggen. Ik vind het heel jammer, want het komt heel negatief over. Maar het heeft hier, de rode draad is hier dat er iemand is die te maken heeft, en meerdere natuurlijk, meerdere tekens die te maken hebben met iemand in hun omgeving. Twee iemanden, meerdere mensen in hun omgeving die teleurstellend zijn in hun actie. In hun actie en in hun reactie. En die fantasyland, lieve tekens, je hebt een ideaal in je hoofd, een ideaal beeld van hoe je zo graag zou willen dat mensen met je omgaan, omdat jij ook mensen op een bepaalde manier behandelt. En je komt daarin van een koude kermis thuis. En dat kan zich verspreiden in een hele week, het kan zich ook voordoen op één dag. Ja, en als je dan in de spiegel kijkt... En kijkt van, hé,
waar ga ik zelf dan de mist in? Wat heb ik verkeerd gedaan? Jij hebt niks verkeerd gedaan. Het is alleen jouw verwachting van de ander. En daar ben je in teleurgesteld. Dat is wat je ziet. En als je dan bij jezelf te raden zou gaan van, goh, wat kan ik anders doen? Liefteken, je kunt alleen maar bedenken, oké, ik mag niet verwachten dat die ander later reageert of helemaal niet reageert, maar diegene gaat wel reageren. En jij bepaalt vervolgens wat je daarmee doet. Is jouw grens daarin bereikt? Is jouw grens daarin overschreden? Dan bepaal jij wat je er verder mee doet. Maar die ander is ook vrij in zijn doen en laten. Die mag dit doen. Maar jij trekt daar een conclusie uit voor jezelf en jij hebt jouw eigen spelregels. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is die de eigen regels net in deze periode ook aan het aanpassen is. Van nee, ik doe dit niet meer. Of ja, ik doe dit. Dit zijn mijn regels. Zo gaat de ander met me om. Maar ik heb daar ook een mening over. Dat is wat hier gebeurt. En je Fantasyland, jouw ideaalbeeld, dat koester je. En daar pas jij ook je regels op aan. Maar soms kom je van een koude kermis thuis. En het zit onder je huid, omdat ik het gevoel heb dat je er net mee begonnen bent om daar nou eens een selectie in te maken voor jezelf. Iemand die kiest om, kiest is misschien een beetje een gek woord, maar je hebt je voorgenomen, je gaat je voornemen in deze periode om grenzen te gaan stellen. En dat betekent dus, dat is mooi. Want dan kies je voor jezelf, dit doe ik wel, dit doe ik niet. Iemand die voor mij in mijn tijdslimiet te laat reageert, nee, dan ga ik er niks meer mee doen. Iemand die zich voordoet als vriend, maar het blijkt dat diegene een bepaald belang heeft bij mij, maar dat niet open durft te uiten, ga ik niet mee akkoord. Het is prachtig, het is prachtig, het is groei. Het is groei. Ja, ik heb het gevoel dat je jezelf ook vragen stelt van, nou, hoe ga ik daar nou mee om? Ga ik dan maar weer ja zeggen terwijl ik nee denk? Nee, iemand die zijn grenzen gaat stellen, wauw. Tussen twee werelden, oh, dit is zo prachtig, dit is zo prachtig, lieve tekens. En dan gaan we afronden, anders wordt het weer een veel te lange dag van je. Dit heeft precies te maken met wat hier ligt. Je zit nog in een stukje in oud gedrag met één been en je zit met één been in nieuw gedrag. En dat heeft te maken met dat je heel graag aan je eigen grenzen wilt vasthouden, die je met jezelf hebt afgesproken, maar dat je bijna toch weer wordt verleid om mee te gaan in het oude gedrag wat je had, en iemand maar weer ten dienste te zijn. Net doen alsof je het niet ziet en het maar weer akkoord gaat. En ook inderdaad toch dan maar een boodschap die veel te laat komt op jouw voorstel of aanbieding, wat je dan ook hebt gedaan. En dat je dan toch maar weer die ander tegemoet komt. Maar je gaat dat niet meer doen. Je gaat het niet meer doen. Je zit nog in oud en nieuw gedrag. Het is fantastisch. Ik wil hem toch nog eventjes voorlezen. Nummer 3 is dit. Ik ben benieuwd wat het boekje zegt. Overgangen. Nog niet helemaal uit de vorige situatie en al helemaal met de andere bezig. Tijdelijke verblinding. Wauw. Dit is zo mooi. Dit heeft ook te maken met dat Fantasyland. Op een of andere manier weet je, ik kan niet de regie hebben over hoe de ander het doet. Maar van de andere kant weet je ook, ik mag daar ook mijn grenzen in stellen. En dat is wat hier precies aan de hand is. Deze kaart vertelt je dat je moet ophouden met het doen van veronderstellingen. Je kunt nu nog niet zien wat er gaat gebeuren. Ontwikkel je nieuwsgierigheid en vertrouw op het proces van verandering en groei. Je bent klaar met het leren van lessen uit ervaringen die je onlangs hebt opgedaan. Wauw. Het klaar zijn met die lessen betekent, wat ik net al zei, dat er hier iemand is die
door schade en schande ook nu heeft besloten, ik ga grenzen stellen hieraan. En niet eens alleen door schade en schande, maar ook omdat je aan het groeien bent. Oh, het is zo mooi. Ik val in herhaling. Iemand die leert om grenzen te stellen en meteen ook getriggerd wordt in twee situaties die op je pad komen, waarin je die grens wil gaan aangeven, maar het ook een beetje eng vindt om dat te doen. Wauw, lieve tekens, succes!